Veenendalers krijgen volgens mij vlinders in hun buik van vlinders langs de Vliet. Want een paar jaar geleden kwamen we op het idee om een vlinderidylle aan te vragen, een project ervoor te schrijven. Dat hebben we gedaan, maar het geld was op en het project was niet helemaal goed doordacht. Maar intussen hadden we het in de wijkrand wel over gecommuniceerd en dus het ging niet door. Maar intussen waren er altijd steeds meer wijkbewoners die gingen vragen, wacht zeg, hoe zit het nou met die vlinders? Dus ze hebben het toch maar weer opgepakt. Een brainstormochtend in januari georganiseerd, waar iedereen mee kon doen en tekenen en ideeën bedenken. Nou, en binnen een maand hadden we een projectvoorstel ingediend dat door allerlei instanties is goedgekeurd. We werken ook samen met de Vlinderstichting, Kars. Weding, daar staat hij. Daar zijn we erg blij mee. Er zijn fondsen van de provincie Zuid-Holland en Fonds 1818. De gemeente wil bijdragen aan de via duurzaamheidsfonds. Nou, en die vlinderidylle gaat komen. We moeten nog even denken hoe die precies wordt aangelegd. Daar zijn we nog niet helemaal uit, maar we zijn er wel over uit dat we gewoon een paar proefstroken moeten inzaaien, omdat je dan kunt kijken hoe de bloemetjes opkomen, of het mengsel, die bemoeien zich er ook mee, of het mengsel van een goede samenstelling is en of de verschillende locaties van de goede is. Dus vandaar dat we dit kleine oploopje hebben georganiseerd. Leuk dat jullie er zijn en leuk dat Marloes wil meedoen. Ja, welkom. Ja, bedankt. Ja, ik vind het een fantastisch initiatief. Ik weet dat een paar jaar geleden inderdaad voor het eerst over gesproken werd dat jullie dit heel graag wilden in Leeuwendaal, ook vanuit Leeuwendaal Duurzaam en Groen. Ja. Heel veel betrokkenheid van de inwoners en ik kan me niks mooiers wensen dan dat. Helemaal vanuit de gedachte ook, de brede gedachte ook door alle Rijswijkers aangedragen, dat ze heel graag willen dat Rijswijk kleurrijker wordt. En vanuit het groene uitvoeringsplan wat we pas gepresenteerd hebben ook aan de stad om veel meer biodiversiteit een plek te geven. Waardoor vlinders en bijen, die toch ontzettend belangrijk zijn, om daar veel meer plek voor te krijgen weer in de stad. De natuur weer veel meer de stad in te halen. Vind ik dit een heel mooi begin en ik vind het nog veel mooier dat het initiatief door inwoners genomen is. Want dat is, gedragen is gewoon het allermooiste. Ja, dat is het leukste, ja. En ik hoop dat wij daar in ieder geval vanuit het groen uitvoeringsprogramma verder vervolg aan zouden kunnen geven. Heel graag. Door in ieder geval die kant helemaal langs de kade richting Delft verder te gaan. Andere plek, andere plek. Daar een beetje opschuiven. En de boerzaard in zijn land. Heel mooi. Ja. Nog een stapje door. Echt hoor. Ja. Het is echt, jongens, hier moeten we echt voor doorgeknipt. Het is stiekem geoefend